Ik heb de renner gezien dat ze hem op gingen halen met touwen. Ja, dat was echt vreselijk. Ik stond in de klim en ik ging dus naar boven. En toen in de afdaling werden we stilgehouden. En toen zag ik een Rabobankauto staan. Ik denk, jezus, wat is er gebeurd? Wat vooraf werd gezien als een overgangsetappe, werd een etappe met een dikke zwarte rand voor het Rabo-team. Pedro Orillo, hij viel tientallen meters in een ravijn. Nou ja, je komt net uit de koers en je zegt het al, de koers is 3 minuten binnen. En ik weet dat Pedro gevallen is tijdens de afdaling. Dat is in een achtervolging terug op het peloton gebeurd in een eerder geloste groep. Dus ik heb dat nooit gezien. Tweede ploegleider Jan Boven, die is bij hem gebleven. In die zin, bij hem in de buurt. Weet jij wat er precies is gebeurd? Nee. Je hebt niks gezien? Nee. En is hij bij kennis? Ze zeggen van wel, maar Pedro lag heel diep en wij hebben hem niet gezien. Hij is met de helikopter afgevoerd. En we weten het niet. De dokter is naar beneden geklommen met de alpinisten. En toen hij uiteindelijk omhoog is gekomen, heeft hij ons een beetje verteld wat hij dacht dat er aan de hand was. Maar voor de rest weten wij ook niet. Jos, jij zat erachter. Heb je iets gezien? Nou, het was direct scherpe bocht links. Dus ik heb er zelf niks van gezien. Maar ik zag zijn fiets staan met een helemaal krom achterwiel. En eerst dacht ik, wie zet daar nou zijn fiets neer, hè? Maar toen zag ik dat het een Giant was en ik dacht, ja, dat is Pedro. Ik denk met de afdaling dat hij onder bocht gemist heeft. En toen met zijn achterwiel tegen een stoeprandje aangeslaan. En toen over de, ja, zo'n beste, het was geen vangrail, het was gewoon een hoog hek, stalen hek, waar het je overheen is gevallen. En jij was daar, dan een klif, stijl en verder niks? Ja, echt heel stijl. Dat is niet normaal. Ik ben blij, wij stonden daar, we konden hem niet vinden, want we zagen niks. En we hebben daar wel 20 minuten lopen zoeken, denk ik, waar hij was. En op een gegeven moment waren de alpinisten aan het trainen, denk ik, van de Italianen. Die zijn daar naar beneden gegaan met de koersdokter. En die hebben hem op een gegeven moment echt heel diep gevonden. Pedro is afgevoerd naar dit ziekenhuis in Bergamo. Zijn toestand is stabiel. He is not in an immediate life danger. He is quite stable. And it will be so for the next hours, but it is necessary to monitor his situation carefully. Het is echt een wonder dat hij nog leeft. Dus echt, het waren niet echt alleen maar bomen, het waren voornamelijk rotsen. Dus ja, vreselijk dat je dat overleeft, dat is een wonder.